Welkom! Wij gaan nu kijken hoe we een Motorola-scanner kunnen koppelen met een Panasonic ToughPad. Nou, wat hebben we daarvoor nodig? Om te beginnen natuurlijk een Panasonic ToughPad. We hebben een Motorola-scanner nodig. We hebben de barcodes nodig waarmee je straks de code kunt gaan invoeren. Die zit in de handleiding. Die kun je ook uitprinten vanaf de website. En we hebben een barcode nodig om straks ook te kunnen testen. Nou, we gaan gewoon aan de slag. We beginnen op de tablet. Op de tablet met Windows 10 ga je rechts onderin naar de instellingen en ga je naar alle instellingen. En hier kun je aan de linkerkant zien dat je je Bluetooth kunt kiezen. Hij gaat dan zoeken naar alle apparaten die Bluetooth hebben en verbonden kunnen worden. Dan pakken we de scanner erbij. Die zetten we aan door een paar keer op de plusknop te klikken, totdat je de laserstraal ziet. En druk dan op de kleine M-toets 10 seconden totdat hij begint te piepen. Je zal dan zien dat het blauwe lampje snel gaat knipperen. Dat betekent dat hij in de mode staat om geperd te kunnen worden. Dan gaan we nu op de tablet kijken dat we daar een toetsenbord zien verschijnen. En als we even zullen wachten, dan zie je daar een CS3070 bij staan. Kijk, daar zien we al een toetsenbord verschijnen, een CS3070. Die klikken we aan. En die gaan we koppelen. We krijgen nu van Windows een code. En die code die gaan we scannen met de barcodes die we hebben gekregen. Dus in dit geval 368, 368, 039, 039, 22. En dan sluiten we af met de barcode voor Enter. De scanner zegt bliep en we zien dat Windows de pairing voltooid heeft. Nou, dat loopt even door. We kunnen dit nu gaan testen in TerraIndex. Want hier hebben we een barcode met een barcodeveld. We pakken de scanner, we pakken een potje en we zien dat de barcode netjes gescand wordt. De ToughPad en de scanner zijn nu gepaard en kunnen gebruikt worden. En daar komen we aan het eindje van dit filmpje.